veld zo lang te vinden bij die eerste drie rijders. We gaan kijken naar Bergen-Mollen, de nummer 87, daar in het gevecht voor de eerste positie. Maar hij komt als tweede uit de bocht. We zien de dame Chloe Greenwood op een derde positie. En we gaan zo kijken wie daar op de eerste positie zit. We gaan ook kijken naar Guus Martens, Wouter van Schadewijk, Rink Weeland en Bart Bakker. Maar het is hier nog steeds Bergen-Mollen. Oh, dat is een actie geweest in de bocht wat ik gemist heb. We zien hier een ander nummertje aan de leiding. Nee, Devin gaat het gevecht eraan. Devin op 1. En we zien Bartje Bakker op die tweede positie. Onze dame Chloe Greenwood op die derde positie. En dan de 89 van Rink Weeland op een vierde positie. Ik kan niet gaan schreeuwen als die omroeper uit kant is. Die deed het zo geweldig van wow, en dan zijn ze allemaal van start gegaan. We kijken naar de boys, 9 en 10 jaar. Met Gielen van Schijndel, Boris Brekelmans, Roy van der Zanden, Lex Veld, Gijs Adriaanse en Casper Piepers. En dit is hier Casper Piepers van Lyon d'Or uit Valkenswaard op die eerste positie. De tweede positie met plaat 31, Gielen van Schijndel uit Schijndel. En ze gaan naar Lekkerlek. Richting die laatste bocht. En dan zien we Roy van der Zanden, 238. Boris Brekelmans, derde positie. En daar, iemand van de deurtrappers die daar juist voorbij gestoken wordt. Maar het is het Casper Piepers die ook de tweede match weer te winnen. En we zijn hier in leeftijdscategorie Jogen. We kijken naar de boys team, girls 11. Met Lars van der Hatert, Stef van Doren, Brian van Eewijk, Stijn van Geffen, Femke Gerritsen, Arne van Meuren, Luc Piepers en Paul Thijssen. En we zien hier aan de leiding van Brian van Eewijk uit Ammerzoden met plaat nummer 64 met de dame in zijn achterwiel, Femke Gerritsen van het superdiepe label. Derde positie, die is in handen met het plaat nummer 151, Lars van Hatert op die derde positie. 153, Stef van Doren op die vierde positie. En op die vijfde plaats, Luc Piepers. Maar het is hier nog steeds Brian van Eewijk aan de leiding. En komt dan nog een aanvalletje voor de vierde positie. Race 14 vertrokken met Jara Maandons, Bart Adriaanse, Ryan Mirakel, Bart Gerritsen, Joost van Germen, Jeremy Vloor en Wesse van Dijk. En die komt hier als eerste uit de bocht. Het is de dame Jara Maandons uit Veldhoven op de eerste positie, gevolgd door het Dreamteam. Wesse van Dijk daar op de tweede plaats, maar inmiddels komt daar Ryan Mirakel voorbij gestoken en weet zich naar de tweede plaats te fietsen. Mirakel op 2, Jara Maandons op 1 en Wesse van Dijk op de derde positie. Wie zit daar op de vierde positie? Oh, zo'n belangrijke positie met plaat 396. En die is in handen van Bart Adriaanse, die daar op die vierde plaats zit. Maar het is nog steeds de dame Jara Maandons op die eerste positie. Oh, en race 18 inmiddels alweer van start. De boys 12, girls 13, dezelfde categorie als hiervoor. En ook hier zien we hier een snelle start van Kevin Sissen op de eerste positie. Tweede positie, deze handen van Rick Piepers op dit moment. Dat is nog steeds Kevin Sissen aan de leiding. In strijd dan met Rick Piepers, die daar voorbij probeert te steken. Derde positie, dat is een shirt van Ammerzoden. Dus er zal Rino van Rijswijk zijn op de derde positie. Nog steeds Kevin Sissen aan de leiding, komt dan nog een verandering in. Rick Piepers probeert daar binnen door te steken, maar nog steeds Sissen aan de leiding. En dan zien we met plaat 235, Mieke de Graaf van het Orange XB Mixed Team op die onbelangrijke positie, nummer 4. En het hek is weer gevallen bij race 19, boys 12 en de girls 13. En we zien hier de dames weer voorin, net als in de vorige match. We kijken naar Remco van Engeland, Nina van der Boom, Kim Arends, Jeffrey Verwijst, Julie Dielissen en Anja Jacobs. En zo te zien aan het shirt, we zien Nina van der Boom op de tweede positie. En iemand van de wielers, Julie Dielissen, op de eerste positie.
Terwijl de Wiels die op die tweede positie is inmiddels gezakt, Jimmy Dees naar de derde plaats. En we gaan kijken naar Wings 20, categorietje ouder, de Boys 13. Met plaat nummer 140 die er als eerste door die bocht komt. Lars van de Roepers op die eerste plaats. Eerste in de ranking. Dan kijken we naar de superdiepe Nebo, Noah van Essen. Vier is op de ranking en op die tweede positie hier. Het is nog steeds 140, Lars van Leijen, een stukje lesje. Aan de leiding, gevolgd door Noah van Essen. Die derde positie is een van Boy van Essen. En die vierde positie, wat zijn hier de eerste drie rijders, dames en heren, die de kans maken op de finale. Aan de leiding op die eerste positie, gevolgd door Tom Landenmakers daar op de tweede positie. Deze twee heren liggen een aardig eindje los van de rest van de rijders. En niet op dit technische stuk, kijk daar eens aan. Die Tom Landenmakers die hier een heel grote voorsprong behaalt. Op die Dion Vries, die derde positie, 159, die was een van Leroy Voorsel. Hij zakte inmiddels terug naar de vierde positie. Vijfde positie, hij geeft het op, want die eerste drie rijders, die maken kans op die finale door. En het is hier toch nog Inge Fripsen die daar voorbij wil te steken. En de laatste race van deze tweede manche. We hebben 29 races te rijden allemaal. En we kijken hier met plaat nummer 921, Joram Harmsen, die hier als eerste uit de bocht komt. Met in zijn achterwieltje Mike Aerts van het Loekeloek team. In de vorige manche wist hij deze manche te winnen. En daar gaan ze weer nek en nek op het technische stuk. Kijk daar, Mike Aerts daar weer voorbij steken. En die eerste positie over te nemen. Van Joris Harmsen, die derde positie, vier zijn handen met plaat 211. Roel Koenen van de Plankpunters en dan op die vierde positie zien we nog van Liam Noor, Sander van de